Het Nationaal Culinair Team is terug uit Miami na hun deelname aan de Taste of the Caribbean 2019. Het team is gisteravond in het zonnetje gezet tijdens een speciale meeting in Courtyard Marriott. Een trotse Rosita Leeflang, begeleider en voorzitter van de Surinaamse Chefs Associatie, SCA, geeft aan dat het team heel goed heeft gepresteerd. Dikke smaak, want ik ben trots op mijn team. We hebben het klaargespeeld om door de wedstrijden te komen, mee te doen met 14 landen in totaal. Het was niet eenvoudig, maar het werk is verzet en het resultaat is daar. Suriname is toch binnen de prijzen gevallen, binnen de top 3. Dan ben je tevreden. Absoluut, want het kan altijd erger zijn dan dat, dan niet in de prijzen vallen. Het is een heel intensieve competitie en wanneer je in de keuken staat daar, ik zie het aan het team, is het geen grappenmaak, het is echt no-nonsense. En het is onder hoge druk presteren en om onder hoge druk culinair prijzen binnen te halen is iets om trots op te zijn. Het behaalde resultaat is dat we bij de chocoladecompetitie waar we voor het eerst hebben meegedaan, hebben we zilver binnengehaald. We hebben ook zilver bij Chef of the Year. En bij het landenfeest Caribbean Trio 5 was er voor het eerst een street pork competition. En dat hield onder meer in dat er varkensvlees klaargemaakt moest worden. En wij hebben kruiden uit Suriname meegenomen. En dat heeft ons ook de tweede plaats opgeleverd. Verder hebben we brons gehaald als nationaal team. We hebben ook brons als pastry chef of the year en brons als bartender of the year. En bij de beef and the seafood competition hebben we honorary mentions. Dus geen goud dit jaar? Nee, geen goud dit jaar, maar het komt nog. Ik moet zeggen dat de juryleden altijd zich afvragen waarmee gaat Suriname komen. Welke van onze smaken nemen we dit keer mee? En het is voor hun altijd een verrassing. En kijk, als je kookt, zijn er altijd fouten die gemaakt worden. En fouten worden soms gemaakt door de druk van het werk daar, want je hebt maar 2 uren. Om je gerecht 4 borden of 6 borden klaar te maken. En die fouten worden je dus dan, die worden dan niet in dank afgenomen door de jury. Maar de smaken van Suriname worden steeds bekender en wij blijven meedoen. Want wij vinden dat we het veel beter kunnen doen dan de andere landen in het Caribisch gebied. Vandaag stopt officieel het jaar voor dit team en het nieuwe jaar gaat dus beginnen, want wij doen het halverwege. Maar we gaan dit jaar wel, normaal beginnen we in januari, maar we hebben besloten om even een korte stop te doen en daarna gelijk weer te beginnen met de fundraisingsactiviteiten. Alleen dat het ook wat lichter wordt voor het team en voor de groep om te fundraisen. Ik ben trots op het team. Ik ben trots op Suriname, want we worden enorm gepusht wanneer we daar zijn. We krijgen absoluut de power, we voelen de liefde wanneer we daar zijn en we kunnen niet daar zonder. Dus dank je wel Suriname, dat jullie achter het Nationaal Culinair Team staan van Suriname. Want zonder jullie kunnen we het niet en we vragen dat jullie dat blijven doen. Omdat we Suriname uitdragen, zo positief als mogelijk. En tegen het team gaan jullie vooral zo door, want er ligt veel meer moois op jullie pad. De overall winnaar van de Taste of the Caribbean is geworden Barbados. Zij zijn er met de National Team of the Year Award vandoor gegaan. Leeflang is er voor de volle 100% van overtuigd dat de Surinaamse gemeenschap begrijpt waar het om gaat. Dit was te merken aan het bedrag van $35.000 dat het team heeft kunnen binnenhalen. Een pluspunt was dat ze onder het budget zijn gebleven en $33.000 hebben opgemaakt. Het Nationaal Culinair Team maakt zich nu op om te starten met de voorbereidingen voor 2020.